terwijl onze partners, in jouw geval Rien en in mijn geval Jazzy, eigenlijk weer super rustig zijn en het tegenovergestelde daarvan. Dus wij lijken heel erg op elkaar, maar Rien en Jess lijken ook weer op elkaar. Ja, dat hebben wij wel goed gedaan. Ik denk als wij samen waren geweest, dan wel één grote gekkenhuis. Hé, hey, rijden hier met Marius. Ja, 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 ja. Wat is dat? Die moet ik hebben. Hup. Zo, kijk dan. Er vliegt gewoon een briesje van 20 uit mijn holletje. Hola, buenos dias. Waren we allebei, hadden we allebei een burn-out gehad na een half jaar. Ja, en ruzie, denk ik. Ja. Ja, ik denk dat het wel in een relatie goed is dat je tegenpolen van elkaar bent. Het is dan mooi als we met z'n vier aan het eten zijn, dan hebben wij het alleen maar over poepies en scheid en neuken. En ja. Rien en Jess hebben het over het sterrenstelsel en het universum en hebben hele diepe gesprekken. Maar dat is juist wel leuk, die combinatie van elkaar.